je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een lusshoplog. Niet zo lang geleden al een lusshoplog geplaatst. Dat was van de sale. En ik was afgelopen weekend was ik eventjes aan het rondkijken op lush.nl naar de nieuwe Valentijnscollectie. En toen zag ik dat de sale, de wintersale, was aangevuld. Dus ik heb heel snel een nieuwe bestelling geplaatst. En na mijn bestelling, een dag later volgens mij, zag ik dat Lush Snow Fairy was aangevuld. En toen plaatste ik dus nog een bestelling. Het zijn dus vooral Lush sale items met volgens mij één product uit de Valentijnscollectie. En ik zal alle informatie zoals de prijzen, mocht het nog online staan, want de sale items zijn waarschijnlijk er al af. Maar ik zal in ieder geval alles proberen in de omschrijving te zetten. Ik begin even met het kleine doosje. En zoals ik al zei, is dit vooral Lush Snow Fairy, de douche gel. Want tijdens de eerste bestelling had ik één flesje. De tweede bestelling was het niet online. En de derde... weer wel. Fairy is mijn favoriete geur en dit zijn flessen van 550 gram. En ik heb er nog twee weten te scoren. Als je Snow Fairy niet kent, het is een hele zoete, snoeperige geur. Ik zal de beschrijving even lezen. Snoepzoet, schuim en lichte glitters toveren jou deze winter om tot het stralende middelpunt. Ik weet niet of jullie het hier kunnen zien, maar de glitters zijn ook allemaal naar beneden gezakt. Maar ik ben zo blij met deze voorraad. Zoals ik al zei, de nieuwe Valentijnscollectie staat online. En daaruit kocht ik de Temptation Shower Gel. Laat je verleiden door deze douche gel vol rozenkaneel, ginseng en andere lustopwekkende en kruidige ingrediënten. Er zijn meerdere... De collectie bevat natuurlijk meerdere producten, maar vooral badproducten. En wij hebben geen bad. Al kom ik daar zo nog op terug. Een soort lipscrub. Die was 4 euro nog iets. Die wilde ik... Het was een vers product. Het zag er heel interessant uit. Als lipjes, zeg maar, ook de vorm. Maar die was niet op voorraad. Dus ik dacht, ik doe gewoon alleen de douche gel. Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe die ruikt. Ik ruik vooral de roos. En een beetje kruidig. Maar om dat te zeggen van deze geur, dit ruik ik specifiek. Dat niet. Maar het ruikt op zich wel lekker. En dit is een flesje van 100 gram. En die was 9 euro. Laat ik ook even verder gaan met de andere douche gels. Zoals Plumpuff. Dit is een flesje van 275 gram. En ik heb hier van alle flessen in de badkamer staan. En het ruikt zo lekker. Ik zal even de beschrijving lezen. Er is altijd ruimte voor een toetje. Geweldige rozijn en tangerineolie zorgen voor een ultiem zoet fris schuim. Ja, het is een beetje zoet en een beetje... Ik weet niet precies waar het allemaal naar ruikt. Maar het is wel heerlijk. Ik vind dit ook naast Snow Fairy echt een hele lekkere geur. Dus blij dat ik weer een grote flesje heb. In de badkamer staat ook nog een klein flesje Joknok. Die was bijna op, dus ik bestelde er nog even snel eentje. Dit is 100 gram en dit is een hele warme, aanwezige geur. Een beetje kruidig. Ik weet niet precies waar het naar ruikt. Ik zal zo voorlezen wat er staat. Maar het is niet mijn meest favoriete geur. Maar in een vlaag van het is sale, ik ga toch bestellen, heb ik toch nog een flesje meegenomen. Of nou ja, online besteld. Er staat op, goud is altijd goed. Zeker wanneer het de kleur van een romige douchegel is die ervoor zorgt dat je zoet en kruidig ruikt. Ja, dat is misschien wel een goede beschrijving, maar het is echt een hele aanwezige geur. Ik heb deze ook in een bodyspray ooit gehad, maar die heb ik op Marktplaats toen een keer gezet. Omdat het niet helemaal mijn ding was, maar toch wilde ik weer een flesje hebben. Op mijn vorige bestelling heb ik ook Lord of Misrule en Jolie gekocht. Allebei 100 gram. En Lord of Misrule, daar zal ik ook... Ik zal van alles de beschrijving een beetje vertellen, want dan weet je ook wat het is een beetje. Want ik ben zo slecht met geuren, vooral Lush, omdat ik... Ik ken de producten wel, maar ook weer niet. Dus om je een beeld te geven van waar het nou zou kunnen ruiken. Lord of Misrule, dompel jezelf onder in het groene brouwsel van een pittige peper en kruidige patchouli. Terwijl carrageen zeewier je huid verzacht. Feest voor al je zintuigen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb dus nog zo'n flesje staan. En als ik hiermee douche, lijk ik echt een of andere uit een horrorfilm groene zombie. Echt je hele lichaam wordt groen gewoon. En het spoelt wel weer af en... Het blijft ook niet op de douchetegels stenen of wat dan ook. Maar als ik in mijn douche... Ja, ik weet niet. Het geeft me altijd zo'n moed van zombie. Misschien heel gek, maar ik vind dit dus echt een hele leuke douchegel. Ik zei in de vorige video dat dit dus van de kerstsale is. Maar dit is dus uit de Halloween collectie. En ik heb gewoon weer een flesje. En had ik ook Jolly gekocht. Dit komt wel uit de kerstcollectie. Ga van Holly Jolly douche met warme kaneel, stimulerende kruidnagel en een opwekkende sinaasappelsap. En dit ruikt ook lekker. Ik moest een beetje aan de geur wennen de eerste keer, maar ik ben nou ook verkocht. Valentijnscollectie, het heeft hele gave bruisballen en bubbelbars, maar wij hebben geen bad.
En toch heb ik uit de kerstcollectie 2 bruisballen gekocht. Prijs niet laten. En ik weet dat mijn vriend en ik binnenkort naar Van der Valk gaan. En dan hoop ik dat we een hotelkamer hebben, een bad. We moeten nog gaan boeken en alles. Dus daar kan ik gewoon naar kijken. En ik dacht, dit is het moment. Gek, kocht ik natuurlijk de Snow Fairy bruisbal. En de geur is natuurlijk precies hetzelfde als de douchegel. Lekker aanwezig, zoet, snoeperig. En ja, weet je, ik heb nog nooit volgens mij... nog nooit. Het is al jaren geleden dat ik ooit een bruisbal van Lush heb gehad. En nou in de sale, hij was 3,25, dacht ik. Dat is nog een leuk prijsje, zeg maar. En ik hoop dat we binnenkort dus naar Van der Valk gaan. En daar gaat hij gewoon mee. Kijk dan hoe leuk deze is. Naam is Amanda Hippopotamus. Ik kan het niet uitspreken. Ik heb het stuk al 3 keer opgenomen. En elke keer struikel ik over dat woord. Voor Christmas. Maar het is echt een schatje, zo leuk. Ik had bedacht, we gaan dan 1 overnachting. Waarschijnlijk of 2 overnachtingen. Ik denk eentje naar Van der Valk. Want we gaan naar het casino en zo. Nou ja, heel verhaal eromheen. En ik dacht, als we aankomen dat moment, ga ik een bad. En 's ochtends vroeg ga ik een bad. Ik heb 2 bruisballen nodig. En nou ja, dat zijn deze 2 geworden. In mijn vorige sale video zei ik eigenlijk dat ik niet zo gek ben op stukken zeep. Maar ik gebruik liever vloeibaar zeep. En ja, ik ben er een beetje bijgedraaid. Want de Snow Fairy zeep gebruik ik eigenlijk best wel vaak. En daarom heb ik ook dit schatje geprobeerd zeep. En hij rijdt heel neutraal. Het zie je ook wel een beetje aan het uiterlijk natuurlijk. En ik vond hem zo schattig. Het is wel zo, ik heb hem nu vast en hij smelt eigenlijk al op het moment dat ik hem vast heb. Dus ik ga hem zo even goed opbergen. Ik zou ook voor de gein de omgeving hier even moeten zien, want overal liggen deze meiszetmeel, of hoe dat heet, van die verpakkingspin naast. Ik gooi ze straks in de gootsteen en dan spoel ik ze weg. Maar ze liggen letterlijk overal hier. 2 dingen om te laten zien en 2 waarvan ik echt denk, yes, ik ben zo blij dat ik ze... eindelijk heb, want ik heb geen luswinkel hier in de buurt en ik had niet verwacht dat die weer aan werd gevuld tijdens de sale, maar ik had geluk. Laat ik beginnen met de eerste en dat is de Snow Fairy Body Conditioner en dit is gelijk een pot van 475 gram en ik ben hier echt zo onwijs blij mee, echt. En dan ook nog met 50% korting. Ik hou echt van deze geur, dus ja, wacht even. Ik ga even proberen hem te laten zien. Ik lees net op de verpakking dat dit anders werkt dan een gewone body lotion. Je masseert deze boterige conditioner in op je natte huid. Laat het even intrekken, spoel af, dep droog en geniet van een sprookjeshuid. Zacht als roze wolken, geuren naar kers en suikerspin. Het is maar goed dat ik dat lees, want ik had het dus zo op mijn droge huid gesmeerd. Ik weet niet of dat heel erg is om te doen of dat het dan niet werkt of wat dan ook. Maar ik ben blij dat ik de verpakking even ging lezen. Dat is wat ik nog van Snow Fairy heb kunnen scoren. Maar ook... de body spray. Liefde voor de verpakking. En ja, ik ben hier echt heel blij mee. Maar ik zag dus niet dat alleen deze body spray te koop nog was. Tijdens dat de sale was aangevuld. Maar ook Jilted Elf. Deze geur ken ik dus totaal niet. Dus ik ga hem zo ook even proberen. Maar er staat op. Tijd voor een vrolijke dosis fun. Frisse grapefruit en kruidige kaneel geven je lichaam en geest een lekkere boost. Het klinkt natuurlijk hartstikke lekker. En ik dacht, weet je, voor de helft van de prijs wil ik het wel proberen. Dus ja, dat ga ik even doen. De first impression. Oh ja. Ik wou zeggen, de eerste spray toen ik dat had geroken, dacht ik, oh nee, dat is niks voor mij. Maar ik ruik de warme kaneel wel. Ik weet niet zo goed of ik dit heel erg lekker vind. Maar misschien moet ik eraan wennen. Dat was bij Jolly ook zo. Dus ik ga dit wel proberen. En anders maak ik er vast wel iemand anders blij mee. Als ik hier ben en de geur ook wil proberen, doe ik Snow Fairy ook even. Oh, ja, echt. Ik weet niet wat ik heb met geuren. Maar van bepaalde geuren kan ik gewoon echt heel erg genieten en blij worden. En het ligt ook een beetje aan de stemming. Maar van Snow Fairy word ik gewoon intens blij. En ja, de geur die hier hangt en de producten. Ik ben heel erg blij met mijn aankopen. Nogmaals, ik zal alles even in de beschrijving zetten. Ik zou zeggen, kijk even op Lush.nl voor de laatste beetje sale. Ik weet wel, want dat las ik op Facebook, dat heel veel winkels nog best wel een voorraad hebben van sale producten van de kerstcollectie. Maar ook van de Halloween collectie, een aantal dingen. Maar ook van de houdbaarheidsdatum, dus de gewone reguliere producten. Omdat de winkels natuurlijk ook dicht hebben gezeten. Dus mocht je vlakbij een Lush winkel wonen, ik zou zeggen,
slag en ga even kijken. Want alles met 50% korting, tenminste heel veel, is natuurlijk mooi meegenomen. Alles opruimen, van de verpakking peanuts tot alles opbergen in de badkamer. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende video!